God zegen, geliefde broers en zusters. Ik groet u in de wonderbare naam van Jezus Christus. Dank u wel dat u mag bij zijn om mee te luisteren. Door de genade van God mag ik hier zijn om u te bemoedigen door het levende en het geschreven woord van God. Bijbelboeken leren me een bijzonder sanisa epsa in attendisi. En daarom wil ik u vragen om iemand te bellen. Bel iemand, nodig iemand. En ik dacht, luister naar uw eigen programma. The best is yet to come. Zegt ze dat er is nu iets bijzonders op televisie. Dat gaat aangaande Asmanat in Sili. Roeper, even Siki of zang. Het maakt niet uit. Omdat ik ben hier vandaag om u te bemoedigen door het schrijven, door het geschreven en het levende woord van God. U allemaal sabi dat er zoveel dingen gebeuren in deze tijd. Maar ik ben God dankbaar dat de Bijbel me leert dat voor de grondlegging der wereld dat broedu belong tapagron tapu. En dat want dat ik awini be winikaba. En de Bijbel leert mij van de apostel van Johannes dat toen hij Jezus zag, before Sabin dop Jezus, de Bijbel leert mij, hij zag Jezus langs gaan en hij zei: Zie een lam voor Gados en Tegwe, een zondu voor Agrond. Met andere woorden, the war that going on, de Sansaibs aan Noord op Agrond tapu, de Winnikeba, zijn race overwonnen door het bloed van het lam, door Jezus Christus. En daarom ben ik hier vandaag, gemeente, om u te sterken. Om op te pikken wat u misschien vergeten was. Om weer op te staan in kracht en in vuur. Om de strijd dat u strijdt, om het aan te binden en het overwinnen. Waarom? Omdat u God reeds de strijd heeft overwonnen. Maar wat er gebeurt door omstandigheden, dat we vergeten zo lezen. De Sani, Sankaroji inwi en de Prespewi knapu voor overkom afeyamti. Oh, ik wil u zeggen, u bent een overwinnaar deze dag. U bent een overwinnaar. En de Bijbel leert mij dat feitelijk u bent niet alleen een overwinnaar, maar u bent meer dan overwinnaar in Christus Jezus. Het is belangrijk in deze tijd om te weten van waaruit u opereert en van waaruit u moet opereren according the word of God. De Bijbel leert mij in Efeze 2. Gaan we samen in Efeze 2. Laat niemand u storen. Gewoon dan gaan we samen in Efeze 2 en dicht focussen. Omdat er gaat iets gebeuren in uw geest. Er gaat een transformatie gebeuren. En u gaat rennen. U gaat opstaan. En u gaat vechten. En u gaat overwinnen. Nou, dan gaan we gaan mofo voelen. Dan gaan we van grond taboe zien. But in a realm, in a area voor Ayeye. De Bijbel leert mij in Efeze 2. Door apostel John. Door een apostel en Paulus, Efeze 2 vers 6. Hij zegt daar: En hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Hij heeft ons mede opgewekt. Dus die tot begin ben gekomen, heeft Christus u mede opgewekt. Apuri uit Drenanga de Kondre. Apuri uit dat drugs. Apuri uit dat Urolibi. Apuri uit dat Feti. Apuri uit Lee. En dat Jiwa Presiwaar. No in a gebied Peter. No in Sernang. No in Amerika. Sommige mensen willen vliegen. Ik kan nog niet vliegen. Maar hij zegt mij: heeft ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus. En dat is de blessed place. En moet weten dat veilig apresper je opereert. En van waar je uit je moet opereren. En de in Christus. Vanuit de hemelse gewesten. En je moet weten dat in de hemelse gewesten. Er zijn een aantal dingen die daar gebeuren. En ik zei het al. Dat alles wat gebeurt in deze aarde. Heeft te maken met wat happened in de spirit realm. Wat happened in de hemelse gewesten. Ik vind een uitbarsting op een grond tapo. En we weten dat corona erigeer nodig. En er zijn zoveel mensen. En vandaag zijn er zoveel mensen die gevaccineerd willen worden. En er is daar eens of Satan die het gepland heeft om de mensen te vaccineren. De wereld te vaccineren. But there's something going on behind the vaccine. Ik wil toch nog daarom niet ingaan. Ik wil even ingaan nog dat u een plaats heeft in Christus. En de plaats is in de hemelse gewesten. En, als Christus heeft overwonnen, heeft u ook overwonnen. En de Bijbel leert met de zegeningen die u wil hebben in deze tijd. Maakt niet uit. De zegeningen die u wil hebben zijn in Christus. In de hemelse gewesten. De Bijbel leert met Efeze 1 vers 3. Gaan we naar Efeze 1 vers 3. Zien we iets daar heel bijzonders.
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, u en ik, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus Jezus. De zegeningen, de allerlei zegeningen, is alles wat je nodig hebt in deze aarde om te overwinnen. Maar de zegeningen zijn niet in Suriname, zijn niet in Israël, zijn niet in Amerika, maar ze zijn in Christus, in de hemelse gewesten. Met andere woorden, something must happen with you, want soms op zagen you in de spirit realm vanuit de hemelse gewesten om te kennen krijgen wat voor God voor u heeft. Het maakt niet uit coronatijden, kankertijd, eestijd, I don't care. Ik wil zeggen dat de overwinning is reeds behaald door Jezus. Sande alam fugado en sabentegwe asondo. Abenteka dera, abenteka siki, abenteka noto, abenteka jeme, abenteka kaba. Dus u en ik hebben nodig om te opereren vanuit de spiritroon in Christus, in de hemelse gewesten. En alles wat u nodig heeft, is daar in Christus. Noem maar op, zei wanneer, de ingado in de hemelse gewesten. Maar, nu ik kom, in de hemelse gewesten, zegt de Bijbel mij, dat u en ik opereren daar. In Christus Jezus. Maar de Bijbel leert mij ook dat er is another army in de hemelse gewesten. Dat hij opereert ook toe. Met andere woorden, there is a war going on in heavenly places. En ik wil u bemoedigen deze ochtend to rise up in power, rise up in prayer, rise up in worship. No matter if kerkje of kerkje, no dat je rise up in de dingen day. En je gaat op prijzen. There is a war going on, and the war is already won. And you can overcome this war. You can overcome corona. You can overcome every battle, every war, every circumstances. Kan je overwinnen, because blood to overcome of Jesus. En wij hebben geleerd mij wat gebeurt in de hemelse gewesten. There is a war going on. Gemeente of God, rise up. There is a war going on. Rise up de apostelen. Rise up de profeten. Rise up de evangelisten. Rise up de leraars. Rise up de herders. Why? There is a war going on. And we need to fight the fight with God. De Bijbel leert mij in Efeze 6, in vers 2, in Efeze 6, te beginnen, vers 10, Efeze 6, op tikken even. Laten we beginnen bij vers 11. Hij zegt, doe de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleiding des duivels. Verleiding des duivels. Doe de wapenrusting van Otscha. Met andere woorden, bekleed u met de dingen van de wapenrusting van God. Nou bekleed je in een mooie euro, je erin film. Nou bekleed je wanneer een goot. Dingen zijn nodig. Nou bekleed je wanneer een telefoon, wanneer een cellen en een mooi osso. Dingen zijn nodig op deze aarde. Maar zeg me, de Bijbel leert mij, bekleed u met de wapenrusting. Fugado. Why? Omdat je in Christus Jezus bent, in de hemelse gewesten met hem, to fight a fight. En kijk hier, in de hemelse gewesten, en om je wonder op in Christus, maar something happened there, en ons aan die derde ook toe. We willen bij verder, doe de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleiding des duivels in deze tijd. De verleiding, noem maar op, geld, ziekte, de verleiding. Vrouw, Uru, Fufuru, Afkodri. De verleiding. De verleiding als zoekje voor een vijand. Want wij hebben niet te worstelen. En dat we hebben niet te vechten. We hebben niet te worstelen. Met andere woorden, nou een close fight. Het heeft niet te maken, we hebben niet te vechten, maar worstelen. Worstelen heeft te maken met een close comeback. Worstelen heeft te maken met een stinkstien fetti. Iedereen een stinkstien fetti. Naar die debris. Hij is niet op de hoek en hij vet je van een corner. Maar hij fight you right where you are. Want we hebben te worstelen. Met andere woorden, we are struggling with fatty.
Hij heeft verschrikkelijk christen, die las ik bijna film. En daarom zegt de Bijbel dat in de eindtijd zal een scheiding komen. Degenen die van God zijn, zullen duidelijk zichtbaar zijn. En de woord zullen die gaan omhoog. Joshua de Fadon. Ja, pastor, waarom praat u zo? The word of God is strong and it's mighty and it's schift and it's scheidt. Wat van de Heer is en wat niet van God is. We hebben leren bij de eindtijd zal het blijken dat de rechtvaardigen zullen rechtvaardiger worden. En de onrechtvaardigen zullen onrechtvaardiger zijn. Say there, there is a war going on. One close combat naar jullie be. De Bijbel leert mij verder. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Une fête dans ma candra. Une fête wie apostel en zo'n apostel morabigi en zo'n profeet morabigi. No. We don't fight with one another. Maar we zeggen, we hebben niet te vechten tegen bloed en vlees. Want anders, we are fighting with spirit. Waar zijn ze? De God, de Bijbel gaat u wijzen waar ze zijn. En daarom ben ik hier. To empower you with the word of God and the spirit of the Holy One of Abraham. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar tegen overheden. Eén overheden. The captain of the army of Satan. Twee, tegen machten. Oh, halleluja. Drie, tegen wereldbeheersers deze duisternis. Vier, tegen boze geesten in de hemelse gewesten. Hier zien we een vijfvoudige decreet voor army voor Satan. En nono de gemeente, de verwikkelde, niet alleen met demonen. Jouw bakker is moeilijk mee, jouw Isaiah is moeilijk mee. No. The war is greater and it's greater and it's powerful. En dat demon moet trangen. En daarom, de gang de moeilijk jou, de Isaiah, de ondas of de Ingi, of de Suma, is moeilijk jou. Of de pasnek, of de sneki, of de Isa, we tegen de lolo defala. You got to rise up and declare war and destroy them. Say they, in the heavenly places, there is a greater war going on planet Earth. Want we hebben die vette, vette nono de. Of het is chef voor level 1, level 2, en we doen dat met level 3. En dan zou je het nog doen, de true man of God and the spirit, they don't wrestle with the bakken naar Jorka. Bakken naar Jorka, they afraid with the holy man. They're afraid of Santa man. They're afraid of Mavgado. Maar ik moet tell you that there are spirit in heavenly places. That are cleansed naar you, meaning you, no matter who you are. They challenge you and they fight you. En de Bijbel leert mij hier over overheden, machten en wereldbeheersers. Nono de grondtaboe wordt nono de gecontroleerd en wordt gemanipuleerd door een categorie wereldbeheersers. En wereldbeheersers, wereldbeheersers, na falling angels that rule on planet Earth. En als zomaar bij boeken leren in openbaringen, dat het draak bij Aksebi en de zijde, het zijn de zeven werelddelen bij een roeren en tapo. En als zomaar bij openbaringen tijmen, dat die Johannes mensen Jezus. Abelisie, waarom? En de seven angels of God ook over de wereld delen. Nooit tegen dat je, we need to fight. Zij de, the war is rising up. En we gaan denken dat het gaat niet gebeuren in Suriname. We zijn een klein land. We zijn gezegend. We hebben olie gevonden. We hebben goud. We hebben zilver. But the demon folks got away with everything. Maar de angels of Satan, they go naar Alassane zeiden, we know in 50. We don't stand up and declare war with God in the heavenly places. En de Bijbel leert me voor over, we got to need walk in righteousness. Het maakt niet uit in deze tijd. Het maakt niet uit, mijn tijd te brengen. Oh, het maakt niet uit in deze tijd. Maar walk in righteousness. One of the weapons of God is righteousness. No matter, en dat trouw je van mijn abmonden van Ammoni, of een bedrijf of dictator, het maakt niet uit. Walk in gerechtigheid. Because you win a 50. We are in close combat with Satan. En in gebruik aan in corona.
En gebruik as ek die corona. And many people of God are afraid. En ek ga nie daar, want het is daar. Ze maken nou bekend, alles aan boeien onnode. Maar wat denk ik, wie in Christus is, zal overwinnen. Wie in Christus is, zal overwinnen. Waarom? Omdat Christus de strijd is overwonnen. I want to remind you, John said, see the Lamb of God. Look what Lamb for God. Santegwe, a sikki, a feti, a weni, et a bagron tapu. And some of you do know, like follow for God. It's rise up and run righteousness. Rise up and holiness. Rise up. In mighty prayer. Let me give you a fortale. Let me go come take. Let me give you a helper. If you're begging 5 minutes, you're lassie. If you're begging 3 minutes, you're lassie. If you're begging 10 minutes, you're lassie. Bepaalde vet, you're lassie. If you're begging a half uur, bepaalde vet, you're lassie. The Bible leert me duidelijk. When the battle is on, when the fight is great, tafet die tranga, boel tranga in you. Nenge abra you en hij zorg voor Jezus. When Jesus, before, was I gonna cross for Calvary? Was I growing gonna cross and take a sound for me and you and you and praise and bless me and you? The Bible learned me. I've been taking the disciple, and I go biggie, what I fit the biggie. And I'm going to go to the regering. And I'm going to go to the good man. And I'm going to go to the soldier. And I'm going to go to the soldier. But I'm going to go to the Christus, meneer and mevrouw. I'm going to go to the cadeau. I'm going to go to Christus. And Jesus is the juiste voorbeeld. And the Bible leert me that when the battle was high and strong, and he kon feitelijk bijna niet meer, and he zonde zich af met zijn discipline, and he bought, he start prayer. He don't start to beg. And he start look how many smile up that internet, how many smile follow you. Me want tell you that even demon have followers, even Satan have followers. Me want tell you that there is a greater army in heaven. And they are much more than the army of the world. And the Bible leert mij geen bedden. I beg you, beg you, gemeente, rise up in prayer. Hij ging bedden. Hij ging de nacht in en hij bad. En toen hij terugkwam, zag hij zijn discipelen. Hij zag John. Hij zag Peter. Hij zag Jacobus allemaal. En dan schreef hij. Ik dacht, jongen, we kunnen het niet doen, jongen. Als het moeilijk is, nou de. Vandaag moet je bij de christen in de nacht dan gaan plannen voor de koeitje. Dag, luister nog. It's time to rise up. You want to be blessed? You got to fight a war. You don't can leap ala sanji apostle. You don't can leap ala sanji a prophet. You don't can leap ala sani. You don't can leap ala sani. The name of God. No! We are in a close battle with the enemy. You got to rise up. And when the battle is strong, God will send somebody for you. If no apostle, if no prophet, if no evangelist, if no angel, he will send for somebody for you in the war. You are in. En dat maakt niet uit. Rokope, Pichino, Maropa. Gado, Abi, en Army, en Ozen, Lusuko. En de Bijbel leert mij. En Jesus was praying. Hij was niet gewoon vragen. Heere, help me. Ik heb geld nodig. De Pichino, Manja. Heere, je hebt medicijn. Dat doe je. No! Het was great. De Bijbel leert mij. En broeder, ben direct drop. De spieren van de soeto. Broeder, ben nog moeten verder. The battle was strong in the spirit realm. En de Bijbel leert mij. Dat suddenly, daar kwam een angel empowering. Maar voor dat gebeurde, leerde de Bijbel mij. Dat hij een uur bezig was. Want hij zei tegen John, kun jij niet een uur met mij waken? Dus als je begint een uur, je last bepaalde vetie. Als je begint 3 kwartier, je last bepaalde vetie. You need to rise up and pray for at least a minimum 1 hour on your knee, on your belly, to pray. Dan kan je beginnen een war. Voor mij is gebed geen praten met God alleen.
Voor mij is gebed oorlog. Waarom de zegeningen zijn in de hemelse gewesten? De hemelse gewesten is geen aarde. Ik woon op aarde. Dus ik moet in de hemelse gewesten gaan om die zegeningen te hebben. Met andere woorden, je wil een auto, je wil dit, je wil een man, je wil trouwen, je wil geld, je wil een baan. En wat zijn die dingen? In Christus, in de hemelse gewesten. Met andere woorden, er gaat iets met je moeten gebeuren op deze aarde. To chef in the spirit and to move from planet Earth to go. Waar in de hemelse gewesten where your spirit is. For take the blessing die God up to you. Maar hoe je bent, ik ben. Maar dat pastor, hij zal belang met je bent. Daniel heeft gebeden tot dat. In een biggie stop. Daniel vaste tot dat. Ta fete fete, na is tot dat. Ta wassere wassere, na suma wini, na te wini. Suma lassi lassi. We are in a bloody war, we didn't want brudu fete. Fusili. Dus in a kan diabra. Pauze kan de dem, in a kan long mot uit ta fete. Dus de zegeningen zijn in Christus, wat je wil hebben, zijn in de hemelse gewesten. En wie is in de hemelse gewesten? De overheden, de machten. De wereldbeheersers, de boze geesten in de hemelse gewesten. Fire go! Fire take in de hemelse gewesten, El Chariko. If you don't want picky. 15 jaar je gaat kerkie. Terwijl we tegen ons hebben de famous bedje. Zij psa! In de konga de lokale koning van kerkie. Even stom. It's time now to raise up. 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 Anders ga je de zegeningen missen. Omdat Satan niet pleit. Pieter zegt. Wees nuchter en waakzaam. Want de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Zoekende. Who he gonna kill. Destroy. Vernietig you. En als je zwakkie, je dit ding naar film. Je lijkt dat jongen, God is er niet. Ik ga zoveel lang naar de kerk aan. Ze hebben voor me gebeden. En wat doe je? Je doet niks. Je komt naar de kerk, je reist niet. Velen zijn meteen dat je, laat ik wat vertellen. Reuze baby's in Christus. No, got nothing from God. Je gaat alleen maar krijgen wat de apostel je geeft. Of wat je pastor je geeft. En wat je geeft is alleen maar dat je alleen kan gebruiken. En if you look moest dat je tjaringwe. Zij dit, omdat de zegeningen, de bieden en de trangen en Satan one thing voor de background op ook toe. En dan waarom mismoedig je. Om brokken minnen aan je geloof. Dat corona ook keer je. Terwijl minnen aan je dit. We are forever. We are forever. Met dat dan een mature christen, we are forever. We zijn eeuwig verbonden in de bloed in Christ Jesus to destroy the work of the enemy. Want hiertoe is the Son of God is manifested. Voor vernietigd in Rokko, voor een vijand. Zegeningen komen niet zomaar. You got to fight, gemeente. Voor mij is het niet meer bidden. Voor mij is vechten. Fight the good fight. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt niet gezegd, ik heb de goede dingen gevraagd aan God en ik ben gezegend geweest. Hij zegt, ik heb compleet overal. Nee. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Met andere woorden, alles wat Paul heeft gedaan, and everything he got, and everything he moved in, he was a warrior. U moet een beetje veranderd worden. U moet combatant geworden. U moet trouwens oorlog fitty man. U moet trouwens sudoti. Vele van ons zijn lang gezeten in de loveboot van de kerk. God is love. Ja, maar hij is toch liefde? God is niet alleen liefde, mensen. Hij oordeelt ook. En hij veroordeelt ook. Leg van mijn soort amunt naar de fariseers. Een munt op toezicht op een wapen. Een waarde van munt. En hij zei, geef God wat God toekomt. En geef keizer wat de keizer toekomt. Met andere woorden, God, Jesus. Die hebben het op grond op. He was, en hij is, en hij was de zoon des mensen. Die begon nakken in een visie, klapping, vorming, geen biggie takkie. But now, He is Christ. Gezeten met God de Vader in de hemelse gewesten. He is the ruler of planet Earth and heavenly places. Ik wil met u bidden.
Ik wil met u bidden. Laat niemand u storen. En tegen Biggie, if je ziek je kan doen. Maar ik ga voor u bidden dat what God placed in me as a warrior. Mijn geboren gewoon in een kerkie. I'm born out of the box. I know what it is to declare war. En ik ga God vragen om u te dopen. We zeggen geest en vuur. With power to destroy the enemy. Als David. Als Jehu. Mannen waren warriors. Ga op uw buik of op uw knieën. En ik ga voor u bidden. Holy God of Abraham. You are the mighty warrior. Je bent niet gewoon Jehovah Nissi, maar je bent ook El Gibor. The mighty warrior in fight. And as Moses pray, en ik vraag Moses ben Biggie Gado. En ik ben poer uit Moses en ik ben G. Nerokoma. As Saipot in me, in war, in fight in the spirit realm. Poor a little bit, not poor all. Pour a little bit and drop it and put it in every believers that want to. Less man that you know doping. But everyone standing in one battle and the one. May I ask you, release and unfang. A salvo of oorlog and prayer. The Bible said the geest van genade en gebeden. En we gaan beginnen met jullie tijdens het programma. The best is yet to come. Als u misschien God niet kent, u kent Jezus niet. Ik denk de Aisa je de Inge je toch in een café. Je denkt niet pas nek je gwala se je gabus je toch in een café. Je kan je wini toch je lasi. Maar dat is één, zijn naam is Jezus. Ik wil even met u bidden voor ik sluit. Zeg Jezus. Vergeef mij van mijn zonde. En was mij met uw bloed. En maak mij tot het kind van u. En help mij in deze tijden. In Jezus' naam. En vanaf nu aan is uw naam niet alleen geschreven, maar u bent in hem, in de hemelse gewesten. Mogen de Heer u zegenen. The best is yet to come. God bless you. In Jezus' naam. Tot een andere keer.